klasse. De officials kijken er nog een keer. Ook de officials van het Zwarte Wief. Zo ben je bemanning voor het Zwarte Wief. En zo ben je official bij het Combined Race in het Nederlands kampioenschap. Duim gaat omhoog. En ze zijn weg. En het lijkt een goede start hier voor de nummer 6. Vervolgd door Henry de Zonskouw. Het is de 16. Aan de leiding van de onder nummer 33 uit de Noord-Oostpolder. Op een vierde positie is het de Markwijn van de Wiek. En Henrik de Zonskouw, die nu goed in de rust naar de hoogte gaat kijken. Maar wat hij doet, thuis. Jongen, wat de hoed in die uithalten. Goed bestaten. We hebben het, ik heb het genoeg. Veel vreugde, maar ook heel veel. Want op dit moment, de Houdini uit Holten, hij is alles kwijt. Ook de derde positie. We gaan kijken naar de top van de wedstrijd. Op dit moment de mannen uit Beekerhof, dan Mario Velder, dan de Noord-Oostpolder, de Achterhoek. En dan het achterhoede gevecht met Luxemburg, Grenzen en Vechten. Officials erbij. Ik blijf even op een afstand. Michel Brunnenkreef, ze zijn erbij. Voorzichtig jongens. Jongen. Even een paar teamleden graag erbij. Wat mag en wat mag niet, anders heb je straks alles stuk. Graag even een paar teamleden erbij. Dank u wel, heren coureurs. Blijft u even staan. Heren coureurs, blijf even staan. Dank u wel. Voorzichtig, we blijven rustig wachten en dit is perfect. Ik bedank hierbij alle piloten die weten wat er te doen staat. Allerlei mensen komen op de baan, want het is een zeer dure machine. En nu lijkt het erop te proberen de brand te blussen.
Maar we moeten even wachten. Dennis Brunegreef. Jongen. Ja, ik had willen vragen aan de andere kant even een interview, maar volgens mij gaat dat niet meer lukken. Dennis, samen met je andere kampanen, nationaal kampioen in de vrije klasse. Ja, super. Het is super, maar wat ging hier zojuist gebeuren? Had je het in de gaten? Nou ja, ik wou in één keer niet meer. In vermogen, alles weg. In één keer klammen. En dan zie je, want dan, je bent door de finish, hè. Het is, we gaan even kijken, Dennis, want het scheelt bijzonder weinig. Want stel dat je 5 meter eerder tot stilstand was gekomen, dan was hier hebben we de finish en hier kom je tot stilstand. En dan komt hier een geweldig moment. De twee mannen feliciteren elkaar. De verliezende finalist duidelijk en dan is het aan Dennis. Ja, waar moet het nog naartoe? Want wie houdt deze machine nog tegen? Wel, dat we volgens jou een mooie strijd hebben. Hij hoopt op een mooie strijd. Ook feliciteer ik even Hendrik Roskamp. Van harte gefeliciteerd. Mag ik ook weten, hoe voel jij je op dit moment? Ja, ik zelf ook niet helemaal goed. Blij natuurlijk, maar ja. Heel blij, maar nu. Ja, nou heb je natuurlijk de vlammen vlogen er aan alle kanten uit. En het is jammer dat het hier gebeurt. Als het dat had moeten gebeuren, hadden wij bij het publiek moeten...